Op Woningsdag 27 april was het al vroeg druk op de Julianalaan in Bilthoven. Een lange rij klanten stond bij Bakker Krijger in de rij voor een oranje tompoes. Zo'n dag moet je natuurlijk een tompoes eten. Maar de zon schijnt, dus het is uitstekend. En gaan jullie straks nog de Wilhelmus zingen op het balkon of in de tuin of bij de voordeur? Nou, er wordt straks bij ons gaat iemand een hele serenade spelen. Het was heerlijk in het zonnetje, maar in de bakkerij was het hard werken. Staat u al lang in de rij? Nou, volgens mij een minuut of vijf, maar valt best mee. Valt wel mee? Ja. En tompoezen? Tompoezen. Ik ben op pad gestuurd voor de tompoezen. Ja. Ik word net gebeld of ik voor vriendje van hem ook wat mee wil nemen. Oké. Okay. Dus we gaan voor iedereen wat meenemen. Ik ga mijn oren dicht doen, want ik hou niet van muziek. Geeft dat te veel lawaai aan je? Nou, ik ga mijn opa en oma missen. Ah, oké. Okay. Ja? Ja, heel erg mis. De Pieter de Hoog. Nou, het is stil. Het is ontzettend stil. Als je 's morgens opstaat en je kijkt naar buiten, er is geen auto, er zijn geen mensen, geen fietsen. Ja, en dat is, soms is dat, hoe moet ik het zeggen, vind ik dat heel spannend. Want het geeft echt een stuk van de echte wereld aan, ja, die op straat gewoon gezien wordt. U bent een grote organisator hier, hè? Ja, van dit festijn. Hoe heeft u het zelf ervaren nu? Ja, ik vind het leuk, maar het had wel wat groter kunnen zijn, vind ik zelf. Het is ook wel heel kort. Ja, het was kort. Ja, het was wel heel kort. Dat was het eigenlijk. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Ik heb gisteren die ballonnen in de vijver gezet. Ja. Maar die waaiden weg. Ja. Toen heb ik een touwtje aangebonden en een hele zware spijker eraan. Dat die spijker die hecht zich aan die waterplanten. Dus nu blijven al die ballonnen liggen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn bloemen aan het rondbrengen voor iedereen hier in Groenekan. Ja. En dat is namens de Oranje Vereniging Groenekan. We hebben elk jaar een fantastisch feest. Meestal is het zelfs wat kouder dan nu. Dus het is een perfecte dag voor Oranje Kan, zoals wij het noemen. Ja. Maar helaas gaat dat nu niet door. Dus wij bieden iedereen een bosje bloemen aan namens Oranje Kan. Oranje Vereniging Groenekan. En ze zijn er allemaal heel blij mee. Ja. 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 Ja.
Hoe vindt u dat, de Oranje Vereniging bij u aanbelt? Ja, verrassend. En heel erg lief en heel leuk. En ik had het niet verwacht. Ja, maar het is toch geweldig, ook in deze coronatijd, dat je toch een mooi bloemetje krijgt. En vooral oranje. Leuk. Fijne dag. Dankjewel. Oké. Okay. Doei. Kun je ook heel hard vertellen waarvoor je dit allemaal maakt? Voor de corona. Voor de corona? Ja, voor de corona, omdat er veel mensen ook best wel ziek zijn.